Met wat voor diagnose kwam je binnen dit winter? Met heel veel rugklachten, heel veel in mijn nek, schouderklachten en heel erg moe. Slecht kunnen slapen. Heeft de dokter ook een diagnose genoemd? Fibromyalgie. Oké. Van de 100% klachten die je had, hoeveel zijn daar nu van over? Alleen nog de spierklachten nog een beetje en de gewrichten. Voor de rest gaat het helemaal goed. Zeg van 100 naar 20 of 30 of 40%? 35%. 35% toch, ja, oké. Is het snel gegaan of langzaam? Ik vind het zelf heel snel gegaan, een half jaartje ongeveer. Okay. Nu heel positief zelf erover. Echt tevreden. Okay. Ja. Wat is voor jou eigenlijk het opvallende wat er gebeurd is in de afgelopen 3 kwart jaar? De positiviteit die je ervan krijgt ook. Ontspannender. En voor jezelf ook meer opkomen. En een goed gevoel in je lichaam daardoor krijgen. Lekker ontspannender, minder pijn. Van de methode, we hebben een houding- en ademmethode. Wat is voor jou het belangrijkste? De houding of de adem? De adem. Okay. De houding ook wel, met je houding, met je nek en zitten. En hoe je gaat liggen. Maar ook de ademhaling doet ook heel veel. Okay. Kun je nog laten zien hoe je vroeger zat? Ja, wat hangerig. Okay. Of met je nek naar achteren. Ja, okay. Heel veel met je hoofd. Ja. En nu wat meer dit. Okay. Rechtop zitten en je nek meer, je hoofd meer naar voren. Ja. En dat gaat allemaal vanzelf. Daar hoef je eigenlijk haast niet meer over na te denken. Het gaat allemaal automatisch. Ja. Je hebt dus van je discipline een gewoonte gemaakt. Ja, eigenlijk wel. Ja. Okay. Tevreden. Bedankt in ieder geval, Hans. Ja, en jij bedankt voor dat je het in het filmpje wil laten zien. Ja? Heel graag gedaan. En jij ook heel graag gedaan. Dank je. Ja.